allemaal, dit is heel normaal. Grappig. Oh, Golden Girls! Golden Girls! Cadeau uitzoeken voor Jos V. Valt in het algemeen niet mee. Je hebt zo'n mooie en vaak dure smaak. Dus zal ik maar zeggen, geen gemakkelijke taak. Het is vrijdagavond en het was vandaag dus Black Friday. Nou, ik heb het echt idioot druk gehad. We hebben online geloof ik echt bizar veel meiden en dames gelukkig gemaakt met nieuwe items. Dus ik ben heel erg blij voor jullie. Super veel plezier met jullie aankopen, zou ik zeggen. Ik ga deze zeer succesvolle dag afsluiten met een girls night. Ik ga namelijk nu, dit is mijn lookje voor vandaag, met mijn gave Flory boots, ga ik vanavond dus naar Chelly toe. Samen met Jamie, met nog wat meiden, gaan we gezellig een heel chill avondje houden. En daar heb ik heel veel zin in, want ik heb een hele pittige week achter de rug. Maar ik ben wel heel blij en trots. Dus, nou, ik kijk even of het me lukt om nog te vloggen bij Chelly. Maar je weet hoe dat gaat met Girls Nights. Die zijn lekker druk en er wordt een heleboel gekletst en gedronken. Dus als ik het vergeet, bied ik nu alvast mijn excuses aan. Doei doei, happy weekend. Dus, Girls Night bij Chelly. En dit is de situatie op dit moment. Hallo. We hebben net sushi gegeten. En we hebben nu iPad. iPads hebben we onder onze ogen. En we hebben gezwommen. We zijn in de sauna geweest. Hier is Chel. We zijn allemaal, dit is heel normaal. Grappig. Oh, Golden Girls. Golden Girls. Nou, en we laten wel even weten hoe dit was. Oh, het ziet er best wel lijp uit op die vlog. Chel, wat zijn jullie aan het doen? Dat weten we dus niet. Wat zeg je? Ah! Follow us on music and me. Follow. Hoe werkt dit? We moeten echt een... Dit zijn gewoon... We zijn te oud voor musical.ly. Nee. Ik ben nog geen 30, hè? Nee. Maar wacht even. Hoe oud was jij ook alweer, Jamie? Zo, jij wist dit. Je zit jezelf na te doen. Kom, we gaan met z'n allen één doen. Oh, maar hoe bewaar je dit? We moeten dus helemaal afmaken. Het was echt super gezellig. Goedemiddag, het is zaterdag en ik heb gisteravond tot 5:00 s'nachts het super gezellig gehad met al die meiden bij Chelly thuis. Het was echt super gezellig en ik was dus hartstikke laat thuis, dus ik heb lekker uitgeslapen. Nou, ik geloof dat het 10:00 ochtends was uiteindelijk. En dat is echt even heel lekker. En uiteindelijk heb ik vanmorgen gezellig ontbeten met een vriendin. En nu ben ik onderweg naar Jennifer. Even voor mijn haar. Dus ik heb echt even een lekker knus weekend. Gezellig met vriendinnen. En vanavond nog helemaal geen plannen. Dus misschien ga ik even kijken of Nick zin heeft om mij mee uit te nemen. Date night. Ik ben bij Jennifer Hoeven en kijk eens, mijn knappe vriendin Jamie hier. Home sweet home. Lekker naar Nick voor onze date night.
Het is zondag en wij gaan naar mijn ouders om daar gezellig met de hele familie Sinterklaas te vieren. En dit is mijn lookje. En ik zal even hier, hier, hier en hier in beeld laten komen wat ik aan heb. Kan je hem ook, dan kan je hem omdraaien. Ik toch? Kan hem klappen, toch? Ja, en niet doen. Dus ik kan hem flippen, dan is het een gewone S. Een S? Ja, maar hij moet zo. Ik kan hem wel even omleggen, hoor. Dan zie je het waarschijnlijk, want ik ja, kan ja, niet meer. Ik kan niet meer. Maak er een 8 van. We doen zo wordt. Het is gewoon een slinger. Het is een slinger. Het is niet ja. Het is een slier. Oh, maar hij ruikt wel lekker. Hij moet snel aan de tenen, anders ja, kan met het slinger. Ja. Kijk, nu ja, is het echt officieel Sinterklaas. Dit is Sinterklaas. Naar, mag ik even naar Henkie kijken? Kiki. Kiki is gewoon lief. Ja, het is, dit is Kiki. Hi, hallo. Ja. Dat is een nieuwe naam van Morris. Dat is de clown van de familie. Dag meisje. Hallo. Ja. Ja. Dat is nou echt een zwanger buikje, Len. Dat heb jij ja, nog niet gehad. Ja, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Nee, wat wil je? Kiki. Rebbeltje. Hey. Rebbeltje. Nee, mijn pepernoten! Oh nee, je pepernoten! Morris! Oh jee, waar zijn ze nou? Oh jee, hier nog meer! Oh, pak ze allemaal voordat Remmel ze pakt! Goed zo! Hij houdt jou goed in de gaten hoor, Mardoes. Ja, dankjewel. Oh, sorry. Dan ligt hij zo en als hij dan weg ligt, dan gaat hij ook weer. Hoor, opa heeft ook een die schrok gewoon. Sinterklaas is er. Sinterklaas is er. Jeetje, heb je pietjes gezien, Morris? Mor, zag je nog zwarte pietjes? Nee? Zoveel cadeautjes, Morris. Ja, dat is wel handig. Scheelt ruimte. Ik zou niet te hoog gaan. Oké. Een cadeau uitzoeken voor Jos V. valt in het algemeen niet mee. Je hebt zo'n mooie en vaak dure smaak. Dus zal ik maar zeggen, geen gemakkelijke taak. Altijd druk en weinig tijd, we hebben respect voor deze jonge meid. De inrichting van het huis is ook een hele klus. Niks wordt overgelaten aan toeval, alles moet kloppen als een bus. Voor mooie spullen moet je een wassenaar zijn. Iets voor in de kamer, niet te groot, maar ook niet te klein. Helaas zijn jullie met kerst niet hier, maar ondanks dat heb je van dit cadeau vast wel plezier. Sinterpiet! Nou, Morris, ga je helpen uitpakken? Ja, kom, je mag helpen. Ja, kom maar. Ik mag helpen. Ja. Yes! Oh, dat is mooi! Dat is een gouden kerstboom! Wauw! Oh, wauw, dat is wel zo mooi. Cool. Zeg maar, wauw. Heb jij nog meer pepernoten? Ja. Dat lijkt me niet zo goed voor jou nu. Dan gaat het allemaal weer. Denk dat hier. Voor wie is die? Voor mij. Nick begint zijn dag graag met een lekker warm bad. Moet kunnen, want als je later thuis komt, heb je nog tijd zat.
Natuurlijk is het heerlijk zo'n warm water. Alleen het eruit stappen geeft vaak zo'n nare kater. Je wordt omgeven door de koude lucht, zodat je het liefst in een lekker warme handdoek vlucht. Daar zijn wij uitgebreid naar op zoek gegaan. Dus stap je vast met plezier je bad uit voortaan. Het was wel even dubben welke kleur het beste past. Maar hopen ben je met deze handdoek aangenaam verrast. Sinterpiet. Jeetje, nou. Ja, wat zou het zijn? Een lekkere handdoek. Top. En een sleutel. Oh, dat is wel handig. Hé, maar daar staat iets op. Ja, dat is de was. Jeetje, Mina. Dus daar moet jij vanaf blijven, schat. Ja, die is echt van jou. Die is van mij. Kijk, een hond van de hand. Dankjewel. Dank u, Sinterklaasje. Dank jullie, Sinterklaasje. Hier, de wasvoorschriften. Ben je al een beetje nee, je had voor de baby. Or give it to your mama. Or your wife. She knows. Aman. Aman. Lekker voor in de badkamer. Candle. Dank u, Sinterklaasje. Ik ben bij Electa en ik heb net mijn nagels heel mooi gedaan. En dit is mijn lookje voor vandaag. En dit is Electa de lookje voor vandaag. Twinning is winning. Goedemorgen, het is woensdag en ik kom net aan op kantoor. Althans, ik sta op de parkeerplaats. En ik heb weer lekker een druk dagje met heel veel meetings. Dus ik weet nu al dat ik niet heel veel ga kunnen vloggen. Dus ik spreek jullie eind van de dag wel weer. Mijn outfit of the day. Met mijn zwarte Flory boots. De blazer van de Party Edit Collection. Met mijn self-love t-shirt van de Party Edit. En mijn trenchcoat van de Essential Collectie. Kijk eens wat ik hier heb. De nieuwe phone covers van Josh V. En ik kan niet wachten om ze uit te gaan proberen. Supermooie hoesje ook trouwens. Eromheen, de verpakking alleen al is mooi, hè? En de essential print. Nou, welke zal ik om mijn telefoon doen? Ik heb nu natuurlijk de snake print die exclusief te verkrijgen was in onze pop-up store. Dus daar kan je eigenlijk niet meer aan komen. Dus nu hebben we deze drie. Welke vinden jullie het mooist? Ik ben benieuwd. Ik kom net bij de Bijenkorf vandaan en Nick die heeft de laatste tijd toch geen tijd om deze vlogs te kijken. Maar ik heb dus al mijn kerstcadeau, een van de cadeaus, voor Nick gekocht. Ik had iets gezien bij de Bijenkorf en er was er nu nog maar eentje van, dus ik ben hem gaan ophalen. En ik heb zowaar voor mezelf een paar sportschoenen van Adidas gekocht. Stella McCartney voor Adidas, die worden morgen bij mij op kantoor bezorgd als het goed is. Niks voor mij natuurlijk om sportschoenen te kopen. Maar ik heb goede voornemens. Shit. Nick staat in de straat. Die wil bij mij in de auto stappen, maar zijn cadeau ligt hier. Dus die moet ik even verstoppen. Alsof er niks aan de hand is. Wat? Ik ga niet verklappen wat het is. Want als je dan per ongeluk wel de vlog kijkt, dan heb ik... probleem. Hey schatje, hoe was het in het nieuwe huis? Oh, het gaat vast, is opgeschoten zeker. Hè? Is opgeschoten zeker. Ja. Oké. Okay. Goedemorgen zonder zorgen. Ik heb een nieuwe quote
in de keuken. Ik vond het wel heel toepasselijk. Where the magic happens and nobody ever cooks. Nee, dat is niet waar. We koken wel eens, maar niet zo heel vaak. Ik neem speciale koffie. Dat is een hele grote kop koffie. Dit is ongeveer waar mijn ontbijt uit bestaat deze ochtend, want ik heb een beetje haast. Dus ik heb fruit en nog meer fruit, vers geperste citrons en een kopje koffie. En nu gauw haasten. Oh ja, en de kerstboom staat. Nick en ik zijn er niet met kerst. Dus deze gouden kerstboom. Is het een kerstboom? Het lijkt wel een beetje op een kerstboom. Die staat er nu even. Maar dit is natuurlijk niet gezellig en niet kerstig genoeg. Nick vindt dit prima voor deze kerst. Want wij zitten namelijk lekker een weekje in Dubai met kerst. Maar ik vind het toch wel gezellig om een kerstboom te hebben. Dus ik ga eens even kijken of ik er eentje op ga tuigen binnenkort. Ine mine mutte. Deze wordt het. Deze ga ik er omheen doen vandaag. Kijk nou hoe mooi. Heel mooi mat zwart. JV. Ik haat files. Ik had vanmorgen allemaal afspraken. En toen moest ik me heel gauw omkleden, want vanavond ga ik naar Nijmegen. Dan ben ik bij JK in Nijmegen, een van onze allergrootste klanten. En daar is een ladies night en ik dacht, het wordt wel eens een keer tijd dat ik daar even een kijkje ga nemen. Dus daar ga ik vanavond naartoe en daar heb ik heel veel zin in. Maar dan wilde ik natuurlijk wel iets aan van een nieuwe partycollectie. Dus ik heb me net even omgekleed en ik ben nu onderweg naar kantoor. Alright, ik ben op kantoor en ik heb nog iets beloofd. Ik ga namelijk de JV surprise box weggeven. En ik heb er eentje bewaard en die staat op mijn bureau, want hij is natuurlijk volledig uitverkocht geraakt. En die ga ik zo weggeven. Dus ik neem jullie eventjes mee naar boven. Kijk, hier staat hij. Ik ga er even voor zitten hoor, een momentje. Oké, dit is dus de allerlaatste JV surprise box die er is. Kijk hoe mooi. En die gaat naar Eline Rietman. Gefeliciteerd, hij is voor jou en we zorgen dat hij bij jou terechtkomt. Oké, ik moet echt weer door. Ik heb namelijk een drukke planning voor de boeg. Zoals ik net al zei, ik ga vanavond naar Nijmegen. Nijmegen, de gekste. Nee? Oké, sorry. Ik ga dus vanavond naar Nijmegen. En binnenkort is er de Josh V Sample Sale in Breda. En wij zijn giga druk met de voorbereidingen. We moeten nog een heleboel doen om het voor jullie zo comfortabel en leuk en geweldig mogelijk te maken. Dus daar gaan we gauw mee verder. En dan zie ik jullie hopelijk daar allemaal. Voor meer informatie, hier is een pop-upje. En hieronder vind je de link, zodat je alle informatie over deze sample sale in Breda in de Grote Kerk op 2 december kan vinden. Oké, houd dat in de gaten, al onze social media kanalen, want daar komt alle informatie op te staan over al onze events. Dan ga ik voor nu de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken weer voor het kijken. Laat een leuke reactie achter hieronder. Ik lees ze allemaal en ik zal ook proberen wat meer te reageren. Vergeet je niet te abonneren. Want zoals je weet, dan maak je kans op hele leuke prijzen. Net als bijvoorbeeld Eline. En ik hoop jullie natuurlijk volgende week weer te zien. Doei doei!